RTL 4. Kat en Erik hebben iets te vieren en Piet komt met een verrassing thuis. Om 8:30 schijnt weer het zonnetje in huis. Daarna docu-soap De Bouwers. Frans gaat zijn gezin verrassen op vakantie en kleine Jan Bouwer heeft een onvergetelijke verjaardag. Het Look It Good Team geeft gewone Nederlanders met een nieuw uiterlijk zoveel vertrouwen dat ze zelfs de catwalk op durven. Om 9:30. En ingrijpende maatregelen worden genomen in De Kliniek. Een kijkje achter de schermen krijgt u om 10:00. RTL 4. Je raakt niet uitgekeken. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door V6 Kauwgom. Arjen Erkel leeft. Zijn ontvoerder is bekend, zegt Russische journalist. Studenten ontevreden over plannen van minister voor studentenwoningen. En ze hebben eindelijk hun zin. Nudisten in Rio hebben hun eigen naaktstrand. RTL Nieuws. Goedenavond, het late nieuws. Een mogelijke doorbraak in de zaak Arjen Erkel. De hulpverlener die augustus vorig jaar werd ontvoerd in de Russische Republiek Dagestan. Een Russische journalist zegt nu dat hij na maandenlang onderzoek weet wie de ontvoerder is. Een Dagestaanse parlementariër, zakenman en bendeleider. Vyacheslav Izmailov schrijft voor de Russische krant Novaya Gazeta. In een artikel over Erkel, dat morgen verschijnt, noemt hij de ontvoerder van Arjen imam. De echte naam wil Izmailov niet noemen. Imam is een bekende Dagestaanse parlementariër, zakenman en naar nu blijkt mogelijke ontvoerder van Arjen Erkel. Volgens de journalist is Arjen Erkel vorig jaar ontvoerd door de bende van Imam. Een groep criminelen die veel geld verdient met het ontvoeren van buitenlanders. De broer van Arjen reageert voorzichtig op het nieuws. Nu is het een verhaal van Izmailov eigenlijk. Hè? Mm-hmm. En die heeft in het verleden meer gezegd. En sommige dingen daarvan bleken achteraf te kloppen en andere ook niet. Stel dat het waar is, dan biedt het wel mogelijkheden. Dus dan denk ik dat het wel kansen biedt. De vader van Arjen op het moment in Rome wil niet reageren op de nieuwe onthullingen. Dick Erkel was al een keer bij de paus om voor zijn zoon te pleiten. En ook in Rusland was hij vaak op bezoek. Afgelopen april liet hij in Moskou nog 100.000 handtekeningen achter voor de Russische president Poetin. Ze zijn ontvangst genomen door het... zeg maar het kabinet van president Poetin. En die zorgen nu dat de informatie daaromtrent doorgaat naar zijn bureau. Izmailov verwacht dat Erkel elk moment vrijgelaten kan worden. Gebeurt dat niet in 2 weken, dan komt hij, heeft hij beloofd, met nieuwe details. In Bloemendaal komt geen particuliere veiligheidsdienst. De lokale partij Liberaal Bloemendaal kwam afgelopen zaterdag met het plan om een particulier bedrijf 24 uur per dag in de hele gemeente te laten surveilleren. Maar een meerderheid van de gemeenteraad wijst het plan af. Door bezuinigingen is er steeds minder politietoezicht in de gemeente. Volgens Liberaal Bloemendaal zou dit probleem met een particuliere veiligheidsdienst opgelost kunnen worden. Oud-Philips topman Roel Pieper, woonachtig in de gemeente, werd vorig jaar samen met zijn vrouw thuis aangevallen. Hij wilde het plan met technische middelen steunen. Maar collegepartijen CDA en VVD zien niks in het voorstel van de lokale partij. Volgens hen is het vooral veel te duur. Minister Dekker van Volkshuisvesting gaat de woningcorporaties vragen meer studentenkamers te bouwen. Vragen, want dwingen kan de minister niet. En dat terwijl de minister aankondigt de woningnood onder studenten hard aan te pakken. De Landelijke Studentenvakbond reageert zeer teleurgesteld. De Nederlandse studentensteden hebben al jaren te weinig kamers. Uit berekeningen van het ministerie van VROM blijkt dat 15.000 studenten zoeken naar geschikte woonruimte. Minister Dekker vraagt woningbouwverenigingen nu ruimte vrij te maken voor studenten. Corporaties zeggen 8.000 woningen te gaan bouwen. Over nog eens 3.000 wordt onderhandeld. Daarnaast komen zo'n 4.000 kamers vrij in asielzoekerscentra. Die staan leeg omdat er minder asielzoekers naar Nederland komen. Volgens minister Dekker een oplossing op lange en korte termijn. De huisvesting is voor de kortere termijn.